zware overval geweest. En een van de verdachten had in Oosterbeek, geloof ik, op een supermarkt. En een van die verdachten had twee mensen neergeschoten. Eentje gedood, mm-hmm. met een shotgun en de ander zwaar gewond. En die Appie, die was uiteindelijk bij de Jehovah-getuigen, nou ja, ondergedoken. En daar hebben we ook een undercover agent ingezet. En die heeft maandenlang contact gezocht met die Appie. Totdat ze uiteindelijk komen te spreken over, nou, ik zit hier om, ja, je moet eens weten wat ik allemaal heb uitgehaald. En vervolgens gaat die Appie bekennen. Ja. En dan moet zo'n undercover gedebriefd worden als de zaak klaar is. Mm-hmm. Ja, en die had er wel moeite mee. Ja. Die zegt, het is toch best een fijne omgeving. En de boodschap die daar wordt verkondigd. Ja. Met de Bijbel onder zijn arm. Ja, die raakt me toch wel. En die Appie heeft ook wel fijne dingen.